Welkom dames en heren bij een nieuwe aflevering van Rollercoaster Tycoon 3. Eigenlijk de officiële allereerste video in dit jaar. Hij is misschien een beetje later dan je had gedacht of had gehoopt. Ja, het is even niet anders. Ik had een heel leuk oud en nieuw. Ik hoop jullie ook. Ja, het is gewoon 2015, een prachtig jaar. Alle vingers hebben we nog. Dat is belangrijk natuurlijk. En ik dacht, de eerste aflevering waar ik gewoon mee ga beginnen is gewoon een lekkere, frisse duik in mijn Rollercoaster Tycoon 3 park. Namelijk Disney Unique. En ik wou gewoon even iets gaan aanpassen. Ik wou een attractie weg gaan halen. En nu zitten jullie gelijk helemaal stijf achter je computer van, shit, welke attractie ga jij weghalen? Jullie hebben natuurlijk misschien je mindere attracties in het park. Misschien wel juist je favoriete en je niet hoopt dat die weggaat. En het is wel in ieder geval een attractie waar ik nu op ga inzoomen. Nog meer inzoomen. Ja, het is inderdaad deze achtbaan. Het is inderdaad de Baron. En waarom? De Baron is namelijk heeft een aardige layout, maar een beetje een onrealistische layout. En ik vind dat ik iets heel vets ervoor in de plaats kan maken. Dus ik ga eerst de hele achtbaan verwijderen. Dat doen we dus in deze aflevering, de Baron. Ik wil nog één onrijd maken. Kijk, je wordt omhoog getakeld in het begin. We krijgen de eerste daling, maar het is niet echt een achtbaan die snel gaat. Ik vind dat die niet hard gaat. En ja, misschien dat in de toekomst met een nieuwe achtbaan of een nieuw iets dat het gaat veranderen. Ik wil sowieso een achtbaan gaan maken. Maar dat wordt zeker weten een hele vette rit. En ik ga er zeker wat positiefs voor in de plaats terugzetten. Dus ik klik gewoon eventjes op het rode knopje. En ik verwijder de baan met het prullenbakje. Zijn we zeker van dat we deze prullenbak gaan... We gaan Baron 1966 gaan we even verwijderen. Definitief in het park. Het nadeel is dat je natuurlijk al deze prachtige paaltjes ziet staan. Die blijven natuurlijk over. Zoals je hebt gezien heb ik ook wat andere dingen gedaan. En dat valt je misschien nu pas op. Omdat, ja, dit is natuurlijk weer een eerste aflevering. Maar ik heb dus op mijn gemakje iets gedaan. En dat is dat ik de paden een beetje netjes heb gemaakt hier bij dit stuk. Ik bedoel, dit is natuurlijk de nieuwe bij de Splash staat hier. Het nieuwe stukje gebied bij het Wild West hier. Wat ik vorige keer aan bezig was. En ik vond dat dat een beetje netjes moest worden gedaan met een stuk pad. Dus ik ben hier lekker bezig geweest met paden rondmaken, afwerken. Hier moet ik nog verder de paden maken. En dit rode pad gaat ook allemaal weg. Dus die dikke, lelijke laag gaat weg. Nou, zoals je ziet zie je de ondersteuning hier. Die moeten we allemaal gaan weghalen almatig. En als je goed kijkt, dan zie je een beetje hoe de layout ging. We gaan natuurlijk totaal iets anders neerzetten. En ik heb nog geen idee wat. Ik ga dadelijk eens kijken in de achtbaanlijst. Of we iets kunnen vinden wat heel gaaf hier zou passen. En ik heb zin om een wat... Ja, een kinderachtbaan hebben we nog niet staan in het park uit mijn hoofd. We hebben nog echt geen kinderachtbaan. Dus ik wil sowieso eerst gaan concentreren op een kinderachtbaan. En waarom? Omdat Disney Unit moet wel een beetje... Ja, ik bedoel in Toontown, in Disneyland World of Disney World of zo. Er staat dus in Toontown staat een kinderachtbaan. En dat is natuurlijk voor familie is dat hartstikke leuk. En ik hoop dat ik nou... Heb ik nou serieus alle ondersteuning weggehaald van de blauwe... Nee, hier is nog... Ik zag ze niet. Kijk, in de rots ook. Dan kan je ze makkelijk neerzetten hier zo. Ik denk dat we bijna klaar zijn. Ja, nog over deze attractie nog wel wat. En ik denk over de tractorrit dat er ook wel wat zou staan. Anders hebben we dat allemaal weggehaald. Nou, ik zie uit mijn... Als ik zo 1, 2, 3 kijk... Is dit alle ondersteuning dat de achtbaan had? En dat is nu weg. Dus nu is volgens mij de officiële achtbaan helemaal gesloopt. Nou, dat is mooi. Ja, ik had geen hekel aan de baan. Ik ga mijn spel ook gelijk opslaan. Maar ik vond het gewoon ja, niet echt de beste layout. En waarom? Mijn beeld is ineens zo donker. Moet je kijken. Ja, dan komt door dat licht hè, wat invalt. Dan wordt mijn beeld ineens donker. Ik zie dat niet. Want ja, ik zit gewoon lekker dat spel te spelen. Alles wordt me verboden hier. En de monorail die gaat ook lekker daardoorheen. Gaat ook langs het gebouw. Misschien kunnen we de layout nog aanpassen dat hij hier omheen gaat. He, dat zou ook gaaf zijn. Maar goed, dit gebouw hebben we nu staan. Het is een leegstaand station. Het ziet er echt wel saai uit nu. Maar we moeten even iets vets op maken hier. Ik ga gewoon eens kijken bij de achtbanen welke achtbaan we kunnen maken. We hebben dus de achtbaan met verticale val. Dat is dan een soort die dive coaster. Maar dat gaan we dus niet doen. De waterachtbanen vallen af. En de hangachtbanen heb ik ook niet zo zin in. Houdt ook niet. Dus daar hadden we staal houden over. En ik ga gewoon eens kijken wat we hebben. We hebben ook de turbo bikes. Dat is dan een afschietmanier. Maar we hebben al die giga-achtbaan. Dus dat lijkt me dan weer niks. We hebben een staande attractie. We hebben die spinning steels. Dat zijn spinkarretjes. Dat vind ik nou trouwens ook wel een heel gaaf idee. Spinning coaster. Ja, want dat is op zich wel hartstikke gaaf. Ik weet dan niet welke we kunnen gebruiken. Want deze is dan
De swingstalwagen met paralift element. Oké, ik zit te denken om die te nemen, maar ik ga nog even verder kijken. Want misschien dat er iets bij zit dat ik denk van, nou, dat wordt het definitief. Daar gaan we gewoon voor. Kantelende achtbaan. Nou, dat vind ik ook zelf nog niet zo bijzonder. Ik denk dat het die bakkies worden, hoor. Die spinning, die spinningbakkies. Oh, de Dasmatse Swinging Mine. Wat leuk, joh. De Swinging Mine. Ziet er wel heel tof uit. En ook de Spinning Coaster. Ziet er ook tof uit. De Flying Coaster. Ik heb die nog niet gezien, deze. De Eurofighter Coaster. Wat grappig, joh. De Mini Coaster Track. En je hebt de Dasmatse Eurofighter. Ik denk dat dat ook wel heel gaaf is als we die achtbaan doen. Hij loopt niet vast. Dat is positief. He, want je weet het niet nooit met Custom Scenery. Dat wil nog wel eens gaan trippen. Ik weet niet. Het is wel een soort alternatief spinning coaster. Maar ik denk dat dit nog best wel leuk kan uitpakken. Denk je niet? Ik weet ook niet wat voor karretjes het zijn. Ik wil ze gaan testen. Het is toch wel een idee van de spinning coaster. Ja, er wordt een keuze, hè, die we moeten maken. Ja, een hele lastige keuze. Ik weet nog niet wat we gaan selecteren, mensen. Een draai, wat kunnen we allemaal doen? We kunnen een draai, we kunnen een grote looping. We kunnen wel heel veel gave dingen doen met deze achtbaan. Ik denk dat dit wel een hele leuke coaster wordt. Als we dit een beetje leuk uitpakken, dan gaat dit goed komen. Kijk hoor, er staat nog een stukje ondersteuning, wat ik heb bewaard van vorige keer. Even kijken hoor. Als we hier nou onderdoor gaan. Ja, we moeten sowieso de layout veranderen, zie ik nu. Want die monorail staat er echt keihard doorheen. Die staat er echt keihard doorheen. En dan maakt hij hier een kleine spiraal naar onder. Maar dan weet ik niet wat hij gaat slopen daar. Dus eigenlijk zou die omhoog moeten gaan. Maar dan weet je niet hoe die het gaat doen. Wacht even. Als dit lukt. En dan moet je dit wegdenken. Even kijken wat hij nu gaat doen. Oh, dit is gaaf. Ja, hij haalt het net hoor. Ik weet niet of hij dit gaat halen namelijk. Dit is wel heel stel dit, hè. Maakt het wel gaaf. Ik vind het wel gaaf als hij er bovenop. Ja, dat is gaaf joh. Ik denk dat is ook weer wat anders dit. Ik ga eens kijken of hij dit haalt. Want hij gaat natuurlijk hier verliest hij speed. En ik ben benieuwd of hij dit stukje haalt hier. Ja, dat haalt hij. Oh, wat prachtig. Wat prachtig dat stuk. Ja, ik ben nu al verliefd. Nou, hij gaat naar boven. Hij kan net niet recht naar beneden. We gaan eens even kijken wat we hier kunnen maken. Want ik vind het leuk als die in dit gebied wel die coaster maken. En over het water hier. Dat we dit gebied nog gebruiken voor een mini achtbaan. Want dat past mooi bij die tractor ideeën hier zo. Dus dan gaan we hier nog wel iets maken. Twee achtbanen dus. Mooie, goede uitbreiding. Goede uitbreiding. Oh, even kijken. Ik moet het idee van... Kijk, hier leunt hij op. Dat is mooi. Dat vind ik gaaf. We gaan gewoon even skippen jongens. Ik ga een layoutje maken. Jullie zien het in de video. We gaan het gewoon even snel skippen. Thank you.
Nee. Zo, we gaan het testritje doen. We gaan eens kijken hoe het voelt als we in de attractie zitten. Ik vond het wel leuk om te maken deze. Ik had echt, ja, ik weet niet, ik vind de layout kleur is nog niet goed natuurlijk. Maar ik denk dat die wel veel leuker is dan de vorige. Oh, een boompje moeten we nog weghalen, even realistisch denken. Maar hij heeft wel een aantal leuke, ja, spannende momentjes vind ik. Hij gaat niet over de kop, hoeft ook niet, bijna over de kop. Beetje een Vliegende Hollander bochtje lijkt het een beetje. Hij is ook niet heel erg snel, maar dat was ook echt niet heel erg de bedoeling. Maar ik vind hem wel echt heel leuk. Ja, ik vind het echt leuk gedaan. Het einde is ook trouwens heel leuk met die bochtwerk. Oh, we gaan door de attractie heen voor mij. Oh, dat is niet zo realistisch. Dat moet dus even veranderen, zie ik nu. Anders is die gewoon geslaagd, vind ik. Ja, gaat hier iets dicht boven elkaar op. Dat gaan we even aanpassen, dit. Mocht er, als dat lukt. Want dat vond ik juist een heel gaaf ding. Potverdorie. Waarom dit weer? Hè? Zou je altijd zien. Nou, ik moest de layout wat aanpassen, omdat het niet realistisch was als die natuurlijk door de baan door elkaar heen gaat. Dus ik heb wat dingetjes gedaan. Ik heb weer van die cirkeltjes gemaakt. Daar gaan we wat boompjes aan bedekken nog. Dat wordt heel vet. En ik vond het heel gaaf. Ik ga gelijk de kleur aanpassen, want ik wil wel... Ja, ik bedoel, er moet wel een ander kleurtje komen. Dit kan je niet doen. Even kijken, we doen dus een wat voor banen. Ja, ik weet niet, wit is niet zo mooi, denk ik. Even kijken hoor. Wat is de baan? Even kijken, ik vergeet altijd die baankleuren. Blauw. Ik weet niet wat blauw of dat netjes eruit ziet. Ziet wel speels uit. Ik denk dat het bruin wordt. Meer lichtbruin misschien. En dat we dan wel misschien iets van paars kunnen toevoegen. Ik weet niet of het staat helemaal niet mooi, die kleurtjes. Wacht, en wit met paars. En dan maken we de karretjes ook gewoon eens iets met paars ertussen. Dat is misschien ook wel mooi. Zo. En dan maken we even roze ondersteuningen, want... Dan weet ik tenminste dat ik die moet weghalen. Dat is duidelijk zichtbaar dan voor mij. Of zullen we gewoon iets anders doen? Zullen we gewoon even zwart doen? Zo. Nou, ik vind het een leuk baantje geworden. Ik vind het ook leuk dat hij zo langs het gebouwtje gaat zelf. Dat je elkaar ook, dat je af en toe ook de baan tegenkomt. Ja, de monorail gaat er zelfs onderdoor. Dat is best wel gaaf gedaan. Ik vond het wel leuk om dit even te doen. Ik ga hem ook een beetje thematiseren. Dus we gaan ook even wat plantjes bijvoegen. Ik ga wel even opslaan, want we hebben natuurlijk een complete layout gemaakt. En ja, de vorige baan verwijderd helaas. Maar ik wil dus, wat ik zei over de kinderachtbaan, wou ik hier een kinderachtbaan maken. Dus hier in het omgevingje wou ik iets maken. Moet even uitkijken voor al die plantjes. En ja, moet je kijken, die boomstammetjes. Dat is echt de grootste attractie in deze omgeving. Echt super groot is die. Die laten we denk ik voorlopig nog wel even staan. Er gaan nog niet zo heel veel mensen in. Kijk, de wachtrij is nog helemaal leeg. En ik weet niet of deze geopend is al. De hindernisbaan. Die is ook nog niet open. Want die gaan we ook officieel nog openen. Dus dat wordt heel spannend. De zon breekt weer door. Het is echt heel vreemd weer. Het is sowieso echt raar weer. De ene keer sneeuwt het, de andere keer dan schijnt de zon. Dan is het super koud. Ik moet eigenlijk gewoon alleen 's avonds opnemen, denk ik. Hè? Bij wijze van spreken. Alleen 's avonds opnemen. Schijnt gewoon keihard geen zon. Daar heb ik ook geen last van. Even kijken, welke plantjes gaan we gebruiken? Dat is altijd een hele pittige vraag. En daar weet ik nooit het antwoord op. Meestal is het zo van, ik pak de spice trees. Nou, er staan hele leuke mooie trees in, vind ik zelf. De burst tree. Dit heeft echt een prachtige pack. Ook hele grote, volle bomen. Hè? De bijvoorbeeld de hickory winter. Ja, die zou ik dan nu niet plaatsen. Alhoewel, het past wel mooi omdat het park ook winter moet worden. Maar dan moet ik alle bomen weghalen. En dat kost echt heel veel tijd en zo.
Ik denk dat het gewoon random dit wordt. En ik plaats gewoon maar wat bomen. En dan zien we wel waar het schip strandt, vind je? We hebben ook de oakboom. Die is ook een hele grote boom. Maar bedekt heel veel. En daardoor wordt het juist een wat mooiere boom, vind ik zelf. We hebben ook de pijn. De pines, die zijn ook wel heel gaaf, hè? Die pijnbomen. Oh, je hebt zelfs sneeuwboompjes. Kijk nou, de winterboompjes. Oh, wat gaaf. Daar ben ik nu een beetje te laat mee. En wat is dit? Oh, die shortboompjes. Die moeten we ook natuurlijk planten hier. Dit hoort ook wel een beetje bij dat thema, zo. Planten we hier ook nog wel eens een boompje in daar. Kijk hoor, hier gaan we nog wat planten. En hier tussen. En even kijken, er was nog een boom die er doorheen kwam hier. Dus die verplaatsen we gewoon even naar het midden. En dan zal die ook niet meer de baan raken. We hebben nog de sugar. Oh, dat is ook een hele gave boom. Hele grote, volle boom is dat. Zo, die plaatsen we gewoon een paar keer hier zo ook. Lekker bomig, lekker bomig. Kunnen we hier nog wat plaatsen of wordt het te druk? Ik denk dat het te druk wordt daar. Het zijn wel echt grote, biggie bomen. En de winter tree, kijk, is wel een fantastisch. Dit is wel echt de mooiste pack die ik heb gezien, denk ik, met bomen hoor. Ik heb natuurlijk al veel meer bomen nog. De apple tree. Dat is ook een heel kleintje, de beurs. Dat is ook een best wel een redelijk grote. Die gaat door de baan heen, dat moeten we niet hebben. Hier langs de baan moeten we ze maken natuurlijk. Zo. En nu ziet het er al wat gaver uit, vind ik. Hè? Het oogt altijd te snel wat met bomen. Nou, hier moet je dus voor uitkijken dat we niet de hele baan laten zien. Maar dat je wel een stukje laat zien uit nieuwsgierigheid voor de bezoekers. Dan krijgen de bezoekers dit beeld zo hier. Dat is ook wel gaaf hoor. Moet je kijken jongens. Ja, door de bomen zie je het bos niet meer. Kijk eens. Nou, dit ziet er heel gaaf uit. Ik vind het sowieso een verbetering met vorige keer. Nou, de volgende aflevering gaan we verder met de kinderachtbaan. Gaan we kijken of we daar wat kunnen doen. En dan gaan we natuurlijk dit gebied mooi maken. De Wild West gaan we openen. Dus het wordt heel vet. Excuus voor de zon en voor mijn facecam. Het is heel vervelend, maar het is niet anders. Maar ja, we moeten ook blij zijn dat de zon schijnt, toch? Ik bedank jullie voor het kijken. Tot de volgende keer bij een nieuwe rollercoaster aflevering. Vergeet niet te liken. En in het midden kan je abonneren van het scherm. Doei doei!